Austin. Harry Slim. Good luck. Ik zei, we moeten in het vliegtuig stappen. Morgen is het namelijk de bruiloft van onze beste vriendin. We made such a fuss, but you weren't getting married without your bridesmaids. Maar, waar is zij dan? Jouw Sky. Ik wil graag ontmoeten. How's your mom? I bet Donna's going nuts over this wedding. Oh, well, I'm actually really glad you guys are here. Because I have a secret, and you're the only ones I can tell. Oh god, you're pregnant? No, no. I invited my dad to my wedding. Your father? You mean you finally found him? Not quite. Look, I found this in my mom's desk. 1979. It's the one she kept the year she was pregnant with me. Sophie, you can't even zo naar het dagboek van je moeder gaan zitten lezen. But listen, you know how she will never talk about my father? She says she can't remember. But July 17th. What a night. After the show, Sam rode me over to the little island. We danced on the beach. And kissed on the beach, and dot, dot, dot. Dot, dot, dot. That's what they did in the olden days. Sam's the one. I know he is. I've never felt like this before. Honey, honey, honey. Rented a motorboat, and he took me over to the little island. August 15th, what a night! Harry turned up out of the blue. I said it to him around the island. I must see my head examined, but he was so sweet, and... dot, dot, dot! Harry? Yep, the sperm donor has a name. Well, three names. Sam, Bill, or Harry. And they're all arriving for the wedding? Yes. Oh my god! So, they decide our home? I mean, what do you write to a total stranger? Come to my wedding, you might be my dad? No, they think mom's interpretations, and after what's in here, I'm not surprised they said yes. Thank you.
iemand hier is aangespoeld. For one night, one night only. Tada! Miljonair naar de volgende. Ja, ik weet het, maar ik zat hier vast. Aan het constante gezeik met die bankmanager. I pity the poor bankmanager. Auntie Rosie? Sophie Sheridan, you get more gorgeous every time I see you. Don't I get a big fat hug? And I've come all this way just for your wedding. And my hair is zeker niet meer. All that plastic surgery. Of course I do, Auntie Tanya. Ik jaar zie mijn kind nog maar één leven voor zich. Mom, I'm getting married, not joining a convent. Ja, dat weet ik, maar in mijn tijd zijn we nog niet op je 20ste. Donna en Artie, we didn't get married, period. Trouwens, Twit, ik geloof mijn oren niet. Waar haalt zij dat nou weer vandaan? Don't blame me, Donna. It wasn't my idea. Dames, dit is de mannelijke hoofdspeler van al het gedoe morgen. Sky, dit zijn Tanya en Rosie, mijn voormalige reservebedgenoten en mijn bieven. Back up and my ass, hello. Hi, I've heard lots about you two. Yes, Kremu! Precies, hé! Ik kan rustig, ik wil het enkel eten. Ah, doet er geen moeite, hij spreekt geen Grieks. Mijn naam is Eddie, bonjour madame. Enchanté, Eddie, bonjour. Enchanté, de femme de connaissance. Bon appétit! Ze noemen mij Pepper. Waarom? Heet je zo? Ben je zo heet? Nee, bonjour, als ik peper gebruiken kan. Tonya, Pepper en Eddie, mijn marktpersoneel, bediening, bootsmannen, algemene help. Alleen help te doen, meestal niet te zeggen. Heb je geen werk te doen? Schat, wat heb je een prachtige taverne? Ja, dat hebben we aan Sky dranken. Oh ja? Wat heb je allemaal uitgestookt dan? You haven't been here that long, have you? No, I took a break from stocks and bonds and never looked back. Why? Well, I've been working in the world, but I've never seen it. Nou, jullie zouden moeten zien hoe hij mij op de kop heeft gezet. Ik zit nu in de WWW, de World Wide Web. Ik ben nu online, zo gezegd, met e-mail. Totaal verbonden en connected. You have to move with the time zone. No more droppings on the mattress. Ja, weet je, ik wil iets willen zien. Een machine gewoon fatsoenlijk een bed op kan maken. Bind dat maar eens uit. Ja, en if they did, you could ride along behind it, making them again. I know you, mom. Ben je gek? Wanneer mijn schip eenmaal de haven binnenkomt varen, zou ik met alle genoegen enkel nog maar ontspannen. Chillen bedoel ik. Speaking of boats, I think that old wreck you've got for by the jetty. Sink it? Well, it's a bit of an eyesore. Dat klopt, dat wordt een drijvend casino. What? Ja, Sky en Eddie die gaan verbouwen doen. We gaan er paradijs voor miljonairs blijven maken. Sailing around the island, gambling under the stars. Gambling millionaires. Tanya, maybe a few of your ex-husbands be bored. Ik dacht niet, schat. Ik heb een miljoenen al lang over de balk gesmeten. Nou, dames. Dat wordt hem dus, mijn jackpot. Ik moet er even tussenuit doen, want ik ben totaal 15 jaar en maar één enkele vrijdag gehad. Thank you.
then from the boat up then. That was nothing. You should try a kayak in the Okavango swamps. Ja, ik heb het boek gelezen. Een kerel in een kayak in Botswana. Thanks, Harry. I heard I saw the copy somewhere. Ja, ik ben dol op reisboeken. Een goede afleiding van de drukke fossiele bestaan in de Randstad. Zal ik eens iets interessants vertellen? Zie je die taverne? Ja, ik moet zeggen dat ik onder de indruk ben. Ik herinner mij die oude hut nog. Ik was onder de veronderstelling dat we tussen de geiten moesten gaan liggen. There'd be goats and we call camels. There was this time in the Kalahari, the sun was beaten down. En sorry dat ik stoor, Indiana Jones. Maar het punt dat ik probeer te maken is, dat is mijn taverne. Ik heb hem gebouwd. Ja, nou, ontworpen. Dit ontwerp heb ik zo 21 jaar geleden gemaakt. Niet te geloven dat ze het echt heeft laten bouwen, zeg. Wie dan? Domme. Wie anders? Ja, dit heb ik toen op de achterkant van een menukaart neergekrabbeld. Dus ik wil. How do you know it's yours? Bouwen zijn het baby's. Dat jij gaat terugherkennen. I wouldn't know about babies. I've been living out of backpack all my life. Te vrolijker verkennen. Denk je dat dit eiland een goede inspiratiebron zal zijn voor je volgende werk? I hope so. When I got the wedding invite, I saw me editor a piece on childhood homes revisited. Ben je geboren dan? Well, I was born in Queensland, but my mother's Greek. You know, the only time I came to Greece was with my great aunt on the mainland. That was 21 years ago. Dan kun je over Samse taverne schrijven en een komende toeristen vast in hoortes aanzetten. I think this should remain the secret ideal. I've always remembered. Ja, zou het niet idyllisch zijn? Hier wonen, met bootladingen vol toeristen. Dan zou het op z'n minst bediening zijn. Waar is iedereen? Hi. Hi, I'm Bill Austin. You have a room for me? Bill Austin. Ik ben Slip. Harry Slip. Harry, so you must be... Sam van der Vaart. We verwachten ons? Yes, I'll go and get keys. Schattig, maar ik hoop mijn tong nog aan het schiksen komt. Ik heb al 21 jaar niet gesproken. 21 jaar? Dit begint op een valstuk te lijken. Hey Bill, luister eens, ik heb een verhaal voor je. Drie mannen, onbekenden van elkaar, ontvangen een uitnodiging voor een bruiloft. Ze worden uitgenodigd om naar een plek te komen waar ze al 21 jaar niet meer geweest zijn. Door een vrouw die ze al 21 jaar niet meer gezien hebben. Wat doen die mannen hier? That's not bad. Alright, Harry, spill. What's torn you away from the Bank of England? Wat is dit? Een sollicitatiegesprek? Nou, oké dan. Door Donna's uitnodiging kwamen er weer warme herinneringen mee op. Hé, die gitaar ken ik! Hier! HB, hoofdsponsor. Zo noemen ze me toen. Headbanger. Ah! En hier, DS, Donna Sheeran. Deze gitaar heb ik toen voor haar gekocht en een shirt van ACDC. Wie durft er nu nog te zeggen dat ik een vastgeroeste oude zak ben? Zonder gevoel voor avontuur! Wie zegt dat dan? Mijn andere kant. Groot huis, mooie wagen, seizoenskaart voor Ajax. Maar soms is dat niet genoeg. Ik kan namelijk ook waanzinnig spontaan zijn. Ja, Donna heeft mijn wilde kant wel leren kennen hoor. Ik volgde een semester aan de universiteit in Parijs toen ik haar leerde kennen. En ik ben haar helemaal naar Griekenland gevolgd. Totaal spontaan. Thank you for the music, the songs I'm singing. Thanks for all the joy they're bringing. Who can live without it? I ask in all honesty. What would life be without a song or a dance? What are we? So I say thank you for the music, for giving it to me. Jij bent Donna's dochter? Yes. Wow, I thought I recognized you. Sophie, was it? Sophia? It's just Sophie. Oh, no, Sophia's the Greek. Great Aunt Sophia, let me tell you. I'm named after Sophia. Vader Donna, ik wil even bedanken voor de uitnodiging. Ja, zo attent dat ze ons gedacht heeft. Well, you can't. You're a secret.
I sent the invitations. Mom doesn't know. But why? Well, she's always talking about her friends from the old days. And I thought she'd be delighted if I invited you all. But she's got herself in such a fuss about this whole wedding that if I mention unexpected guests, she will just hyperventilate. Wacht even. Dus Donna heeft mij helemaal niet uitgenodigd? No. So pretend you're here on holiday. And you guys can come to the wedding and we'll let her in the secret. Maar Sophie. I was a dancer before I could walk. Het gaat helemaal mis. She says I began to sing long before I could talk. But I often wonder, how did it all start? Who found out that nothing can capture a heart like a melody can? So whoever it was, I'm a fan. So I say thank you for the music, the songs I'm singing. Thanks for all the joy they're bringing. Who can live without it? I ask in all honesty. What would life be without a song? Beste, maar ja, de laatste keer dat ik je moeder zag, zei ze dat ze me nooit meer wou zien. Dus als jij me even uitgenodigd, ben ik nog steeds niet welkom. But that was years ago. I want you here. Waarom? Because it's my wedding. And I want us all to be friends. Oh, wat brutaal. Ik ben nog erger dan je moeder. Gelukkig heb ik mijn jongens niet meegenomen. Your boys? Your sons? Ja, twee. Ik zou ze hier maar al te graag eens laten zien. Like you used to bring my mother? Is er een storm rij op dit eind? Oh, I'll show you your rooms now. Donna? Bill? Hallo, Donna. Harry? Hoi. Jij?
even knijpen. Hallo thuis. Nou ja, voor wel als jij alles niet doe hier, Sam. Wat doen jullie altijd hier in hemelsnaam? Sorry, sorry, ik ben gewoon verrast jullie hier te zien. Well, I'm doing a piece for a magazine. Ik ben op vakantie. En ik wil even langs weer komen, moet je zeggen. Wat stom, we hebben geen kamer vrij. Ja, ik ben te zo stom, hè? Ik had al lang vooruit gevoerd. Geen probleem hoor, jullie kunnen wel op mijn waterkamer. Ach, wat jammer, juist nu. Hoezo? Nou, kijk, mijn, een van de meisjes op het eiland gaat morgen trouwen. Ja, mijn hele personeel en ik zelf zijn er volop mee in de weer. Zou niet beter op het vasteland kunnen gaan? Wel, nee. Wil ons gewend op te leiden voor zijn kunst en ook ons hier, dus ja. Waanzinnig spontaan. Ah! Jij? Ik kom op het eiland terecht. Je weet wat het voor me betekent heeft. Ja, ik zou graag over goed school en andere dingen praten. Een andere keer misschien. Maar ik moet mijn handtas opruimen. Tijd voor geen val paar. Als het spijt heeft van de wasplak. Nee, zijn ze nog steeds ouder. There's no way you can deny it. Oh, I can't see. There's no sorrow.
Maar weer eens wat
Ellen. Oh, hey. Well, the guys haven't told me much, but... Through Slap Dance, get the Orpheus Bar, Mud Wrestling on Medusa's, Pepper's bringing stand cups, and... Don't go! What? And this is on my last night of freedom. Is that really how you see it? Yeah! No! I see it as the last night before the biggest adventure of my life. Come here. Sky, you know how I said I always wanted to find my dad? Oh, Sophie, we've been through this 1,000 times. You don't need your dad. I'm here. Sky, whatever happens, you'll never leave me, will you? Are you crazy? You've turned my entire world upside down. I wasn't jealous before we met. Now every man that I see is our potential threat. And I'm possessive, isn't nice. You've heard me say that smoking was my only vice. Ah!
mijn leven te houden. Speak for yourself. Eén na. Dus raak mij een oude dood. Laat jullie al hebben voor de dood. Like I
alles hier is een heerlijke rustig huis. Waar kunnen jullie zien hoe is zo lang? Ik ben wel spijt dat ik niet wist wat hij nu is. Wat? Dit is de taverne. We zijn altijd van plan eens terug te komen om te bouwen, maar je broer was ervoor. Tell me something about my mother. Ja, moeder was uniek, onweerstaanbaar. We praten, de ruzie en wist je dat hij degene was die je naar het eiland bracht? That wasn't the only thing you did, now was it? Wat heeft ze jou verteld dan? Oh, nothing. She's never mentioned you. Maar je zei dus moeder het altijd over de vrienden van me praten. Ik heb alle kroontochter willen hebben. Ik zou haar waanzinnig verwend hebben. Well, let me think. Waar is jouw vader eigenlijk? I don't know. Wat? I don't know who my father is. Go on. Did your mother hit this place? When I knew her, she was a dancer in a nightclub on the mainland. Well, we lived with an old woman when I was little. Her name was Sophia. She left us her money and will. My friend and Sophia. Well, I think it must be. That can't be right. I always heard the money went to family. Wait a minute, how old are you? 20. What has your mother said? Nothing! She doesn't understand why I need to know. You've got to talk to her. Bill, all my life has been one big unanswered question, and I can't have any more secrecy, please. But Sophie, it's not my secret to tell you. Bill, are you my father? I don't think so. Well, then, you know what that means. Don't tell me you've got a twin sister. No. Will you give me away tomorrow? Give you away? Well, I'll feel like a proper bride if I walk down the aisle with my father. Sophie! You must stay today. I'll talk to your mother tonight. No, wait until the wedding, please. You're all mental. No, don't see her hurry. Just show me really well. Thank you.
laat jou weggeven. No one is giving me away. Go, ik ga je weggeven. You! Yeah.
nacht dat je de waterkoeken kreeg, of die keer dat je de tafel van zeven... Get off! Mom, I am not a baby! Dat weet ik, maar ik ben nog steeds mijn dochter en ik zie dat er iets mis is. Weet je, we hoeven het niet te doen, hè. Zeg het maar, ik zorg ervoor dat het hele gedoe niet... Shenanigans? Worden. What do you mean, wedding shenanigans? Het is maar een uitdrukking. Well, I know you never did the whole marriage and babies thing. You just did the baby. Wat is er aan de hand? Maar ik heb het beter verdiend. You know what, Mom? I want to do it right. I love Skye more than anything else in the world. And I don't want my children growing up not knowing who their father is because it's crap! Forever! I take it out of here! Monster, hij valt toch hartstikke mee. Hey! Deze twee kinderen in de kelder. En ik vroeg ze af of ze misschien van jou waren. Nee, ze zei. Hoe haal je die hoofd met hun drieën? Hoe zeg je dat dan voor je? En bruikt in zo'n staat. Sky, jij trouwt mijn dochter niet zo. Ruikt de studentenvereniging. Hop in, bak jij. En wat jij gaat doen nu? De bruidegom zijn rug te schoppen. Niks ervan. Zet champagne koud. Maak de uso punch voor klaar. De tafel dekken met de beste glazen en de beste plek. Maar eerst nog appels en polijsten. Ja. En die highboat. Hoezo? De gasten zijn weer naar het scheepverkuik op zoek naar nog meer paalsnoeren. Ja, maar ik bedoel, we hebben er maar één. En die heeft Sky gisteren opgedoken. Dat kan me niet schelen. Dat houdt ze tenminste bezig totdat de ceremonie begint. Doe het gewoon weer vlug een beetje. Au. Hard werken en constant druk van de hypotheek in mijn nek heeft.
Zal ik eens naar het dak voor je kijken? Hey, van mijn dak af, ik kan het zelf wel fixen. Oké, als jij best in de moordenaar wil spelen, ga je gang. Maar ik heb ook kinderen. En ik weet hoe moeilijk het voor je moet zijn om alles alleen te doen. Doe niet zo, mijn heren. Ik ben er dol op dingen zelf op te zien. Elke morgen word ik wakker dan dank ik de jurk een van de midlife crisis medepauze meneer heb leven. Mijn god, zal dat is vallen. Je single, alleen staat vrij en het is geweldig. They seem so hard to find. I tried to reach for you, but you were close to mine. Whatever happened to our love? I wish I understood. It used to be so nice, it used to be so good. Ik denk dat ik even naar mijn kamer ga.
pils op. Oh nee, Harry, ik ga niet weg. Laten we vanavond bijkletsen. Tanja, zullen we ook nog eens even bijkletsen gisteravond? Gisteravond heb ik al lang verdrongen. Er is dus ons nooit iets gebeurd. Pepper, hop hop, champagne cocktails voor iedereen. Daar is de bar, zelfbediening. You have to do it, we're guests now. Goede hulp, het is onvindbaar vandaag de dag. Je zult nooit de grote vis aan de haak slaan. You should have seen the one that got away. That's right, it was a beauty. This big it was. Oh, Bill, don't exaggerate, it was this big. Okay, thank you, Bill. Thanks, but no thanks. Rosie's promised me the works. I have. You know, always keep your whole woman cookbook in your backpack. And then you know how to pepper my supper. Hé, verdomme, nog maar 3 uur. Kom op, dames, aan het werk. Ver? Ja, tijd voor reparatie en renovatiewerkzaamheden aan mijn gezicht. Maar dat is een meesterwerk. Verpest dat toch niet? Oh, tragisch figuur, hè, Pepper. Oh, mijn god. Negeer hem gewoon, Tanja. Hij kan er ook niks aan doen dat hij een kwal is. Tanja kan de chemie tussen ons gewoonweg niet weerstaan. Mijn jongetjes die met vuur spelen, verbranden hun vingers! What are you all doing here? Donald's going crazy. Sky! Sky! It's not meant to see each other. Nope. It has all gone wrong anyway. I need help. What happened? I know I shouldn't have, but I read my mom's diary, and I've got 3 possible dads. Oh my god. And I invited them all to the wedding. I thought it'd be great fun, but now they're all here, and they all think they're giving me away. Wait a minute. Go back a bit. You did what? I invited my 3 dads to our wedding. It was 3 months ago. I didn't even get the job. 3 months? You really gotta help me. Why didn't you tell me? I knew you wouldn't like it. I thought we talked about everything! I thought we had trust, but you go behind my back. What? For some stranger? No! I just wanted to go to the mainland and get married with a couple of witnesses, but you insist on this family wedding. So you play happy families? No, it's not that at all! Jeez. It's about knowing who I am. I want to get married knowing who I am. But, Sophie, that doesn't come from knowing who your dad is. It comes from you. How would you feel if I liked you? Sorry, I was marrying you. It's alright, talk to me about it, yeah? Sky, no, please! What is that on the hump? Nothing. Laten. Hij verleidt. Wat is dit met jou? It's got nothing to do with you. Sophie, ik ben je vader. Ik kan je toch niet weggeven als ik niet zeker weet dat het jou blij maakt? Well, you know what? I've had this conversation a million times with my own mother. She sure knows me a hell of a lot better than you do. Wat weet Donna de Dynamo nou van trouwen? Of scheiden? Luister, ik heb 20 jaar ervaring om met 2 minuten te stoppen, dus let goed op. Je bent nog jong. Je hebt je hele leven voor je. Not now, Sam. Maar ik ken het maar ook goed. Trouwen in het wit. Bruidstaart, ceremonie met alles erop en eraan. Ja, het spijt me dat je dit moet zeggen, maar het eindigt niet altijd in. En ze leeft er nog lang en gelukkig. No more caring, better, silent, better, better, walking through an empty house.
right. I know it will. Sophie! Zij zijn vies op weggeven? Ja, natuurlijk. Wie anders? Nou, wat dacht je van haar vader? Die is er niet. Dat is wat ze wil. Ze zei het zelf. Ze wenst dat haar vader aanwezig is. Kom nou, Sam. Ik wil het niet horen. Niet nu. Maar luister, dit gaat ons alle drie aan. I don't wanna talk about the things we've gone through. Though it's hurting me, now it's history. I've played all my cards, and that's what you've done too. Nothing left to say, no more race to play. The winner takes it all. I belong to you.
don't want to talk, 'cause it makes me feel sad, and I understand. Take a chance on me.
the contact lenses off! Find out which one of you is my father, but I actually don't need to.
learn something about myself. Skye, let's not get married. What? I know you never wanted all this, and I've got my whole life ahead of me, so let's get off the island and get out the world. I love you. Donna! Do I think the wedding is cancelled? Oh, eerlijk gezegd, ik begrijp geen zwart ervan. Wacht even. Waarom zouden we zo'n prachtig georganiseerde bruiloft verspillen? Wat zeg je van mama? Heb je iemand nodig om te commanderen op jou, mensen? Hey, gek, ik doe niet aan bigamie. Ik ook niet. Ik ben een gescheiden man die al 21 jaar verliefd is op jou. En sinds ik weer voet zet op het eiland, sta ik de trap op te laten zien hoeveel ik van je hou. Wat zeg je van Sheridan? Dus maar we doen het voor je leven. Cry.
Geniet ervan, want je gaat een van de
mooiste weken van je schoolleven doormaken, heb ik gelogen? Nee. Nee. En ik heb 5 keer mogen genieten. Klein beetje een ABBA overload, zeg. Maar jongens, wat was het weer? Wat was het weer genieten? Stemmen die tot op het bot gaan. En jongens, die samenzang. Geweldig, kippenvel. Dank jullie wel. Dank jullie voor 5 heerlijke avonden. Ik kom volgend jaar weer. Als jullie niet komen, dan kom ik ook niet. En het orkest. Symbolisch bloemetje doen. Ieder van jullie sexy hoofden heeft iemand genomineerd. En die iemand ontvangt namens de hele groep, orkest, spelers, productie, een bloemetje. Dus dan mogen jullie daar naar de hand om vechten. Pak je er maar een bloemetje uit. En dat bloemetje dat overhandig ik ook in de woorden van jullie sexy leiders. Dus je hoort wel mijn stem, maar ik ben het niet. Als ik een bril heb, ja, die heb ik. Daar gaan we van start, want het wordt voor u ook later, dames en heren. Ik ga maar meteen van start met het bloemetje voor de TC. De technische commissie werkt met
een licht- en geluidsplan. En dat doen ze helemaal zelf. Uiteindelijk staan dan alle 100 pagina's van het script geprogrammeerd in de computer. Een gigaklus, want jullie waren er al in september aan begonnen. En ja, ook Rijnlands Lyceum, dan crasht die computer. Twee weken geleden kreeg ik een appje. Tot hoe laat mag je op school blijven? We moeten alles opnieuw programmeren. Ik informeerde de stuurgroep. Resultaat: 3 hartverzakkingen en 4 spontane wegtrekkers. Want dit kon toch niet meer goedkomen. Maar dan kent u onze TC nog niet. 2 dagen tot 9:30 in school. Een zondag om 8:00 begonnen en thuis ook nog doorwerken. En het hele licht- en geluidsplan in 4 dagen weer helemaal opnieuw opgebouwd. Niet lullen, maar poetsen, zeggen die jongens van de TC dan. En jij, Mika, jij in het bijzonder hebt je ongeluk gedaan. No gods, no glory heet dat in het Engels, geloof ik. Hier was het meer no Mika, no story. jongen, geweldig bedankt voor je inzet. Nou, we doen het. We komen bij productie. Wie het gemist heeft, dat zijn die groep in de zwarte t-shirts. En het bloemetje is voor Lin. Dit een voorstelling gaat natuurlijk niet zonder aanpakkers, dat snapt iedereen. Zonder productie is er geen kleding, is er geen decor, wordt er niet geschminkt, worden er geen kaartjes verkocht, wordt er geen koffie gedronken. Heel simpel, zonder productie geen show. Dit jaar bestond de productiegroep uit 16 meiden en 1 jongen. Goed voor elkaar, joh. Maar alle 17 keiharde werkers. Keiharde werkers. Die niet per se hoeven te shinen met een microfoon. Laat productiemedewerkers maar gewoon schuiven op de achtergrond. Dat vinden jullie helemaal prima. En we hoeven dan ook niet te bedelen om hulp, want ieder jaar opnieuw solliciteren heel veel leerlingen op het coolste baantje bij de show. Alleen jij, Lin, jij hoefde niet te solliciteren. Jij bent gevraagd. Wil je ons alsjeblieft dit jaar weer helpen? En dan neemt deze dame de touwtjes in handen. Hoezen voor de trouwstoelen naaien, rotspartijen maken met schuim, de Griekse tempel bouwen met barbiepoppen, geloof ik. en een taveerde, trouwens. Ik moet hier expliciet zeggen nee, Harry. Niels, waar zit je? Harry, waar is Harry? Daar is Harry, in het rood. Ja. Harry, Niels staat hier. Ja, in ieder geval hebben jullie lopen opscheppen dat het jullie taverne was. Dat is helemaal niet zo. Het is de taverne van Lin, want haar hand en tekening staat erop. Lin. Lin, ook jij bent zo meteen klaar met deze school. We gaan je
glimlach missen. Je rust, je creativiteit en je overzicht. En ik dank je voor 3 jaar drijvende kracht achter de productie. Bloemen. Komen we aan. Ja, flesje. We komen aan de spelers. De cast, zeg maar. En daar gaat het bloemetje naar Davy. Verschillende spelers die altijd weer paraat stonden om in te springen, om te ondersteunen of om tegenspel te geven. Dat noemen we dan de stille krachten van de cast, die er vooral voor anderen lijken te zijn. En zo iemand ben jij, Davy. Het bijzondere is dat je ook nog eens een overwinning op jezelf hebt geboekt. Er zijn spelers die zijn niet van het podium af te krijgen. Jij moest letterlijk het podium opgesleurd worden. Je hebt vol enthousiasme auditie gedaan, om vervolgens compleet dicht te slaan. Een klassiek gevalletje plankenkoorts, noem je dat. Dat dansen vond je geweldig, maar dat acteren, nee. En tot je eigen verbazing word je dan geselecteerd voor de cast. En meteen sloeg de twijfel toe. Wel moest aandoen. We hebben een goed gesprek gehad. Jij en Malte. En ik heb je kunnen overtuigen dat je echt alle kwaliteiten in huis hebt. En jij zei, oké, als ik maar niks hoef te zeggen en als ik maar niet in die verschrikkelijke spotlight hoef te staan. Nou, de voorstelling zit erop. En ik heb maar mijn woord gehouden. En je staat nu ook niet in de spotlight. Je staat nu gewoon in het zonnetje. En dat is heel wat anders voor iemand die tijdens een repetitieweekend zomaar even met groot enthousiasme in de rol van Donna inviel. Dank! Dat, Davy, was jouw victory moment. Koester dat moment, want je hebt er een waardevolle les door geleerd. Vanaf nu is het alleen nog maar, ik ben Wimmy Schellings, kom maar op. Vijf avonden op rij,
Zandje, waar je nu zit, op de hoek. Alles overzien. Na ieder muziekstuk kwamen ik of Mike naast je zitten, op die lege stoel daar. En dan glimlachte je even, omdat het goed ging. Of je beet op je lip, omdat er iets misging. Als het heel erg was, rolde je met je ogen. We waren elkaars eikpunt. Nou ja, jij het mijne in ieder geval. We waren elkaars spiegel. En over spiegels gesproken. Vorig jaar speelde je de cello solo in Spiegel im Spiegel van Arvo Pärt. Zo prachtig. Het hoogtepunt van de voorstelling. Tja, dit jaar moest je weer genoegen nemen met lullige baspartijen waarvan je de helft niet goed hoort. Maar dat maakt jou niks uit. Jij speelt iedere noot met hart en ziel. Je sloeg nooit een repetitie over. Nooit. En niet omdat je niks anders te doen had. Maar de muziek en het orkest kwamen gewoon altijd op de eerste plaats. Nina, jij kan helemaal niet weg. Wiens potlood moet ik lenen? Aan wie moet ik vragen hoe laat de repetitie ook alweer begint? Wie zet de stoelen klaar? Lieve Nina, 5 jaar lang was jij het hoofd en het hart van dit geweldige orkest. Het hoofd, want je hield iedereen wakker en scherp. Orkestleden, dirigenten, Wouter van Willigen. En het hart, want jij laat zien wat liefde voor de muziek in de praktijk betekent. Dat betekent daar zitten, iedere repetitie, foutloos en met gevoel spelen. En nu heb je je laatste voorstelling gespeeld. Die stoel die je nu leeg achterlaat, die blijft voorlopig leeg. Daar ga ik voor zorgen, zodat je ieder moment, wanneer je maar wil, bij ons kunt aanschuiven. En verder in de sluit. Nina, meer verdiend kan een bloemetje niet zijn. Je bent mijn kanjer. Zette jouw vader
samen met Rogier in het Hout, we kennen hem van de televisie, en Hielke van Sprundel hier op deze planken de boel voortdurend opstelten. En nou, ik heb daar de hele week aan moeten denken. Omdat jouw vader, Mark Noor, natuurlijk veel te jong is overleden. Jij was 5 jaar, begreep ik. Maar als goede katholiek, Noor, geloof ik natuurlijk dat hij de hele week daarboven, ergens op een wolk, zo ontzettend heeft zitten meegenieten. En ik denk dat hij gebulderd heeft van de lach toen hij zag wat je daar allemaal aan het uitsteken was. Een gemiddelde rector krijgt daar toch rode oren van. Noor, laat mij dan maar verwoorden dat hij super trots op je zou zijn geweest. Ik ga een briefje achterlaten op mijn bureau voor mijn opvolger. En daarop zal ik schrijven dat als de laatste Saneel deze school verlaat, en dat is volgens mij je zusje, Eva. Als Eva de school verlaat, dan mag ze die foto meenemen. Want die hoort in de familie. Voor nu, zonder enige bedenking, mijn laatste bloemetje van de rector voor jou. Surprise, surprise, ik heb nog een bloemetje van de rekening. Oh, krijg ik nog een bloemetje van de rekening? Nee, dat is niet van de rekening. Oh, we zijn helemaal de verkeerde bloem aan het uitdelen. Maakt niet uit, maakt niet uit. Ik wil namelijk nog een bloemetje van de rekening uitdelen. En dat wil ik geven aan Laurens Leukes. Exact 50 jaar geleden is dat jij docent Engels werd aan deze school. 10 jaar later, dit was in 1970, hè, en 10 jaar later nam je het beste besluit dat je ooit in je leven hebt genomen, namelijk dat ik ook een baan mocht krijgen op deze school. Maar daar gaat het helemaal niet om. Daar gaat het niet om. Waar het me wel om gaat, Laurens, is dat jij al die jaren, tot nu, tot ver na je pensioen, alles op muziekgebied op deze school hebt ondersteund. Ik geloof niet dat je 1 show gemist hebt. Je hebt talloze eindexamenleerlingen muziek begeleid. Laurens, ik heb nog maar 1 gelegenheid om daar mijn namens de school mijn diepe dank voor uit te drukken. En dat is vanavond. Als Amerikanen een veteraan tegenkomen, dan zeggen ze heel respectvol: thank you for your service. Daarom van de ene veteraan tot de andere. Geweldig gedaan. Niets terecht, op welke school dan ook, als je niet
in je team collega's hebt die, die daar een tijd aan geven, beyond the call of duty. En dat noemen wij de stuurgroep en die wil ik hier graag even op een rijtje. Zou dat kunnen? Een hecht team. Ik bedank jullie ook als team. Het is mij al die jaren zo'n ontzettende eer geweest om bij deze gelegenheden maar steeds mijn dankbaarheid te tonen aan jullie. Want het is echt zoals ik zeg. Als jullie het niet doen, is er geen show. Diep bedankt daarvoor. Ik dacht dat jullie op volgorde zouden gaan staan, maar dat geeft niet. Ik bedank in ieder geval voor de fotografie onze oud-collega Erik van Beek. Ze is er niet vanavond, maar ik bedank haar wel, heb ik haar beloofd, voor de choreografie. Jongens, wat hebben jullie geweldig gedanst. Voor de technische commissie dank ik oud-leerling Pim Krikke. Het decor, de aankleding, de griem, het hele toneelbeeld. Ik bedank Maya Celine. Werkpaden van iedere productie. Zij die het doen. Wouter van Bilgen en Stephanie Doornijn. De muzikale leiding was in handen van Mark van der Laken en Gerwin van der Berg. De laatste opmerking en dan gaan we feesten. Stuurgroep, jullie weten, ik bedank jullie altijd met een dinertje, hoe moet je dat noemen, een etentje. Dat komt eraan, dat komt jullie ook toe. Ik wil daar dit keer een gekkenbloem uitdelen. Een beetje onrustig. Dat diner komt eraan, maar ik wil daar dit jaar voor één keer een Big Mac menu bij doen. Daar is één voorwaarde. En de voorwaarde is dat jullie per sectie al je leerlingen meenemen naar McDonald's. De rekening gaat naar mij.
Dames en heren, dit is afgesproken hoor. Hij speelt alsof je het niet weet. Ga maar zitten, John. Nee, afgesproken is dat we het heel kort houden, want het gaat om deze spelers hier. Maar wat meneer Schieringa zei, 15 jaar lector, geen show gemist. Dat zijn 75 shows, John. Dat is je jubileumshow vanavond. En als ik die shows wil karakteriseren, jouw aanwezigheid, dan zie ik betrokkenheid. Ik zie kennis. Je hebt per slot van rekening theaterwetenschappen gestudeerd. En ik zie ook trots. En daarom vind ik het zo ontzettend mooi dat we samen met het publiek dat nog één keer kunnen vieren dat jij hier elke keer geweest bent. Je bent voor ons een onvoorwaardelijke steun geweest. Daar danken we je echt heel erg voor. En je bent ook wel een inspiratie geweest. Je bent onze Papa Mia. Mag ik als laatste het woord geven aan de vader van Nina, want die heeft iets nieuws geïntroduceerd, namelijk... Even wie ervan? Ja, ik heb natuurlijk een aantal jaren mee mogen maken van het bloemetje van de rector. En iedere keer zat ik er met spanning op te wachten van, wat gaat hij vandaag weer vertellen? Maar we hebben wat nieuws geïntroduceerd. Het is wel de laatste keer, maar... We hebben het bloemetje voor de rector. En ik heb dat in de oude groep bedacht. Want ja, de ouders die zijn natuurlijk meer dan trots op al die jongens en al die meiden. Zowel van de muziek, techniek, de dans en de productie. En ja, u hebt dat natuurlijk niet mee gedaan, maar toch krijgt u het bloemetje. En waarom? Omdat u juist de docent de ruimte geeft om alles uit de kast te halen wat er in hun zit. En die docenten die geven die talenten die ze hebben en hun passie weer over op de leerlingen. En of je in de productie zit of in de techniek, dat maakt allemaal niet uit. En die meiden en de jongens, die halen weer alles naar boven om juist zoiets neer te zetten wat ze nu hebben neergezet. Ze krijgen daar geen diploma voor. Ze krijgen daar applaus voor. Maar het mooie is dat ze al die ervaringen die ze hier hebben opgedaan op deze school, meenemen in hun rugzak in hun verdere leven. En door die ruimte die u geeft aan de docenten, zijn wij als ouders ontzettend dankbaar voor. En vandaar het bloemetje voor de rector. Ja!